Hallo allemaal, welkom bij De Wereld is Mooi. Ik ben Piet Piraat, de leukste piraat van de Zeven Zeeën. Maar ja, dat wisten jullie al lang. Laten we maar gauw beginnen met het programma, want er komen weer heel veel leuke video's aan. Zoals proeven nou maar, lust je dan de fijne wortel? Ik heb een eikelsalade. Nee, dank je, knalletje. Of een beetje ijsbergsla. Ruikt een beetje maar bitter. Maar dit is vers geplukt. Het is erg lief van je. Afgemaakt met bootjes, ja. Verrukkelijk. Als je van zulk eten houdt, denk ik dan. Proef dat nou maar. Waarom proef je het niet? Want je weet dus niet hoe lekker eikels zijn. Als je zegt ik eet alleen van de honing bij. Dus proef het nou maar. En ik heb eikeltjes daarna. Zeg niet meteen nee, nee, maar eet lekker mee. Kom op, we proeven nou maar. Oh jee! Ik zeg maar zo, wat de beer niet kent, dat eet hij niet. Met die buik van hem kan hij wel dagen, misschien wel weken zonder eten. Oh, lieve hemeltje. Lust je dan een fijne wortel? Uit de tuin gehaald vanmorgen. En het is wel heel erg slap. Als je nee zegt tegen worteltjes sap. En dan? Gazpacho, wortel, fricassee. Oma's receptuur, heus maar. Kom op en proef dat nou maar. Oh, oh. Wat was dat? Dat was Poes Maagje. Er is geen honing in het bos. Oh, daar weet ik wel wat op. Lust je dan misschien een pindakaart, marshmallow en bananentosti? Tegeltje. Oh, dat was lekker. Op een 7 graan bruinbrood. Oeh. Heb je al gedacht aan pindakaas, marshmallow en bananentosti op een 7 graan bruinbrood? Kom op en proef dat nou maar. Als hij mijn soep niet lust of knorretjes sla, waarom zou hij dat dan wel lusten? Nou, konijn, laat hem dat maar eens proeven. Proef dat lust nou maar. Lust je dan geen pindakaas, marshmallow en bananentosti? Kom op en proef het nou maar. Maar is er dan helemaal geen honing meer? Oh, de gommels. Kom op en proef het nou maar. Zeg piraatjes, houden jullie ook zo van superhelden? Ja? Dan zullen we maar eens kijken naar Garfield. Die ontmoet vandaag Super Garfield. Maar hij vindt het maar een raar type, die Super Garfield. Misschien staan er binnen nog wel potten die al open zijn. Hè? Kameraad. Mami. Je hoeft heus niet bang te zijn. Ah, even niet op. Eet me alsjeblieft niet op. Opeten? Je hebt gevoel voor humor, interstellair broertje. Ik ben hier om je hulp te vragen bij het redden van het universum. Hallo? De slechte vetvix heeft het mooklutsgeweer gestolen en zwoer de planeet zullen te onderwerpen. Als me hierheen gevolgd is, dan verkeert cartoonwereld ook in gevaar. Dit is een geintje, hè? Een publiciteitsstunt om de dierenlegerstrip te promoten? Kom hier. Zit er een acteur onder dit masker? Ik zou een andere agent zoeken. Waar heb je het over? Waar zijn deze drie? Ik heb ze nodig. Die zijn... Hallo piraatjes, het zit er alweer bijna op voor vandaag. Ja, het gaat weer snel. Maar voordat jullie gaan, wil ik nog deze tekening laten zien van Goofy. Hij is heel mooi. En wat jij verdient is tickets voor de Plopshow. Woo! Zeg, als jullie ook nog allemaal mooie tekeningen hebben, kan je die sturen naar De Wereld is Mooi, Postbus LNO 00, Achtwoorden K200 in Hilversum. Tjoet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 j
Als John het schaap en zijn vrienden zo blijven doorspelen, dan wordt het weer een beestenboel in de boerderij. Doei en schip ahoy! Thank you.